Mark, we hebben al een aantal wijnen van jou mogen proeven. Maar kan je dat eigenlijk leren, wijn proeven? Ja, dat kun je zeker leren. Wij organiseren trouwens verschillende cursussen op een jaar, okay, waarin dat we uitleggen hoe dat je moet proeven. En, ja. Maar dat zijn dan verschillende avonden, maar dat kun je zeker leren. Het is niet dat je dat op 1, 2, 3 natuurlijk geleerd hebt. Nee, nee, en ik moet eerlijk toegeven dat ik denk dat je toch een beetje aanleg moet hebben. Okay, om er ja, echt goed in te zijn. Ja. Zullen we eens kijken of ik aanleg heb. Ik ben wel eens benieuwd eigenlijk of ik, of ik er iets van ken. Of dat ik totaal de bal misla. Trouwens, Mark, ja, jij gaat overal zo ter wereld die wijnen proeven. Doe je dat alleen? Wel, het is niet overal ter wereld. Wij voeren voornamelijk wijn in uit Frankrijk, Italië, Spanje en Oostenrijk. En eigenlijk de preselectie doe ik volledig alleen. Het is zo dat ik dan 3-4 dagen op een beurs ben, speciaal voor professionelen. Ah ja. Ja. En dan proef ik zo 100-110 wijnen per dag. Dus van 's morgens tot 's avonds. Maar dat is dan proeven en terug uitspuwen, neem ik aan. Uiteraard, uiteraard. Ja, anders kun je dat niet. Nee, nee, dat is proeven en terug uitspuwen. En dan van alle wijnen die we goed vinden, komt er een fles naar hier. En dat proeven we dan met het team. Ah, en daar worden punten aan gegeven. En als een wijn hoog genoeg scoort, gaan we kijken of die prijskwaliteit ook interessant is. En dan wordt die opgenomen in het gamma. Oké. Okay. Dus er zit eigenlijk een heel systeem achter. Dus deze wijn heeft de volledige selectie doorstaan, want anders zou die niet hier zijn. Ja, hè? En het is een wijn die we trouwens al langer in het gamma hebben, want ook alle nieuwe jaargangen, vooraleer dat die binnenkomen, worden ook nog eens geproefd. Ah, ja, het kan dus zijn dat er een jaargang wordt afgekeurd, laat me het dan zo zeggen, en die er uit het gamma gaat. Ja. Wat is het eerste dat we moeten doen bij wijnproeven? Het eerste wat je gaat doen is naar de kleur kijken van je wijn, omdat je daar verschillende zaken uit kunt leren. Heeft de wijn hout gehad? Wat is de concentratie van de wijn? Enzovoort. De tweede fase in wijnproeven is eigenlijk ruiken aan uw wijn. Ja. Dat doet je ook in twee fases. Eén keer in een stilstaande fase, dat is nu. Ja. Dan gaat die ruiken. Daarna gaat je walsen aan uw wijn en gaat je terugruiken. De bedoeling daarvan is te kijken als de aroma's eigenlijk toenemen. Hè, dus daar kun je iets uit afleiden over hoe ver zit die wijn in zijn evolutie. Ja. Als de wijn nu na het walsen intenser is geworden, dan betekent die dat hij nog in een jeugdige fase zit. Valt... Ik vind van wel, klopt dat? Ja, ja, ja. Bij deze? Hier, ja. Valt dat aroma volledig weg, dan betekent dat hij op het einde van zijn leven zit. Maar als je een test wilt afleggen, kan ik zien als je hier eventueel actief kunt worden. Een kleine sollicitatie nu dat ik mag gaan doen. Ruikt in aroma heb je wat paprika, heb je citrusachtige toetsen. Ja. In de mond krijg je een lichte romige aanzet met wat boterachtige indrukken. En dan op het einde krijg je terug die citrusachtige impressies. Is dat dan ook de wijn die we mee aan tafel nemen? Of misschien toch eerder de talbot die daar in de kast ligt, die bij de tarbot dan zou passen? Dat zou kunnen, maar ik denk dat er nog een veel betere versie bestaat die we gaan meenemen. Top, ik laat me helemaal verrassen, Mark. En alvast bedankt voor deze snelcursus wijnproeven. Graag gedaan.